Hi, ik ben Alexander Broussard van The Billy Joel Experience. Ik wil jullie even vertellen wat wij in seizoen 23-24 in de theaters gaan brengen. We gaan namelijk een show brengen waarin we een integraal album van Billy Joel gaan spelen. De man heeft 12 briljante albums gemaakt. We gaan het publiek laten beslissen welk album we spelen. Dus elk theater kan een ander album worden. Mensen kunnen naar onze site gaan, dan stemmen ze. Dit album vind ik leuk. Ik vind The Stranger leuk. Ik vind Turnstile leuk. Ik vind The Nylon Curtain leuk. Maakt niet uit. Je kiest dan en dan de meeste stemmen gelden. Cold beer, hot light, a sweet romantic teenage night. En dan zijn we nog niet klaar, want na de pauze gaan we de greatest hits doen. Oftewel, de top 10 van dat publiek. Het publiek heeft namelijk ook kunnen aangeven welke liedjes ze echt geweldig vinden. Dat hoeven niet dezelfde te zijn als die van het album. She just changes her mind. She's frequently kind and she's suddenly cool. Wat je dus krijgt aan het eind van de rit is dat voor elk theater het publiek zijn eigen keuze heeft gemaakt. En dan kan je je dus voorstellen dat als wij bekendmaken welk album wij in welk theater gaan spelen, dat iemand dan misschien nog wel zegt van, weet je wat, ik kom nog een keer, want ik wil daar 52nd Street graag zien en daar wil ik graag An Innocent Man zien. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Zie je wel in het theater terug, toch? Tot ziens.